Goedemiddag en welkom bij een nieuwe aflevering van het COVID-19 kanaal. Zoals je achter me ziet, staan we vandaag bij de op het terrein van de Rajpoorkerk, waar er een vaccinatiedag georganiseerd is. We zullen later een praatje hebben met de pater om te vragen waarom deze dag hier georganiseerd is. Sandra Tayapin is vrijwilliger van deze organisatie en we hebben haar gevraagd waarom er vandaag op dit terrein van de Rajpoorkerk gevaccineerd wordt. Ik heb ervoor gekozen omdat ik wil dicht bij de praktijk zijn. Onze praktijk is aan de overkant. We hebben een goede band met de Drie Koningenkerk. We hebben heel vaak activiteiten gehad voor COVID. En het terrein van de Drie Koningenkerk is geweldig. Mensen kunnen gewoon aan alle Mohana afstandsregels voldoen. En de andere kant, waar de drive-thru is, zodat de mensen die dus inderdaad slechter been zijn, geholpen kunnen worden, want fysio's letten daar echt op. Vandaar dat ik ervoor gekozen heb. Het terrein is uitstekend, de samenwerking met de pater is heel fijn. Dus samen was het ideaal. Vanaf het begin dat ik bij het vaccineren betrokken ben, om mensen te helpen die keuze te maken, om ze mensen te informeren, heb ik met verschillende geloofsleiders contact gehad. Inderdaad, ik ben Rooms-Katholiek, dus dan voor mij was dit natuurlijk de plek waar ik mijn kracht ook uithaal, et cetera. De gesprekken met de pater. Maar zelf heb ik met professor Yabini, met de PR van de Jehovah's Getuigen. We hebben ook met de Joodse gemeenschap, met de moslimgemeenschap. Dat zijn allemaal dingen die NCT ook heeft gedaan. Dus voor ons is het eenheid. Toch, we moeten samen, dit COVID-19 virus, dat is echt onze gezamenlijke vijand, moeten we tackelen. Ik ben tevreden over het vaccinatieproces in die zin dat we gezegend zijn. Dat we een keuze hebben uit 4 vaccins in Suriname, dat is uniek. Ik ben tevreden met de groepscohesie, dat we met z'n allen, maakt niet uit wat voor geloof, wat voor etniciteit, wat voor leeftijd, wat voor geslacht. We werken als groepen samen op de vaccinatiecampagnes, op de vaccinatiesites. Het kan wel beter in die zin dat ik vind dat elke buurt, toch als je naar Rangu gaat, dan werkt bij Rangu iets anders. Als je naar Geiersvliet gaat, werkt er iets anders. Als je naar TBL gaat, werkt er iets anders. Dus dat we wel echt naar die buurten gaan, Paranam, Saramaka, etc. en kijken van hé, wat werkt in die buurt? Waar voelen mensen zich prettig en ontspannen? Om die stap te maken, erheen te gaan. Niet voor ieder werk die huisartsenpraktijk of die RGD-poli. En dat kunnen we alleen maar door echt outreach te doen, gesprekken te hebben, DR-leden, RR-leden, maar ook die jongeren. Toch, maar die jongeren die kijken niet naar Facebook, et cetera. Die jongeren hebben TikTok, die vinden dat leuk. Dus dat we nu, we zitten redelijk, maar we moeten gaan fine-tunen. En we kunnen alleen fine-tunen als we op de werkvloer aanwezig zijn. Want ik ga je echt eerlijk zeggen, door het zijn in de observatie en met mensen te praten, leer je zoveel. De groep die nu komt, is de groep die of getwijfeld had, of een dierbare verloren heeft, of zelf heel erg ziek geweest is. Dus je moet die groep zit heel gespannen ook nog. Omdat een ander met een geloofsovertuiging, waarbij de geloofsleider zegt, doe het niet, maar uiteindelijk de keuze wel gemaakt heeft,
gaf een mevrouw aan, maar haar kinderen hebben gebeld in Nederland, doe het. Die zit hier, maar die zit met een innerlijk dilemma. En dat moet je respecteren. Wij hebben eigenlijk een goede samenwerking met Mensana. En toen Sandra vanuit Mensana vroeg, vader, wij hebben zo'n plan, wat denkt u daarvan? En het kerkterrein willen wij daarvoor gebruik maken. En meteen samen met de bestuur gesproken en gezegd, ja, wij gaan het door. Want dat is het betekenen van kerk te zijn voor ons, voor de mensen. Dus zodoende hebben wij elkaar ja gezegd en dan geschiet op zondag afgelopen. Ik zal niet spreken over eigenlijk van andere kerken, hoe ze eigenlijk aanvaarden die vaccin enzovoort. Maar ik zal wel zeggen dat ik trots op ben, deze gemeenschap. Meerdere parochianen van ons zijn al volledig gevaccineerd. Dus ze stimuleren ook de anderen toe via appjes en sms'jes enzovoort. En dat vind ik eigenlijk heel bijzonder. En dat gaat goed hier. Wat ik besef dat het eigenlijk goed is. Ik neem het aan zo eigenlijk. God werkt in en door mensen. Ja? Wanneer God werkt in en door mensen, wij moeten eigenlijk Gods aanwezigheid voelen in en door mensen. En hij geeft talenten voor ons. Om te ontwikkelen. Als die wetenschappers eigenlijk die talenten van God gekregen en dan iets goeds eigenlijk gemaakt, en dat zal wel zeker eigenlijk goed zijn voor de gemeenschap, voor het volk eigenlijk. Het is niet zomaar iets gekomen eigenlijk. Een virus is er en dan moet het eigenlijk een oplossing gevonden worden. En zodoende, ik neem het aan dat het eigenlijk is Gods werk. In en door de wetenschappers, dat het zo snel mogelijk eigenlijk de vaccin kunnen vinden, dan hebben we dat eigenlijk. Paus, onze lieve Paus Franciscus, hij zegt ook heel duidelijk, vaccin is eigenlijk, vaccinatie is eigenlijk een daad van liefde. Dus daad van liefde bedoel ik, onze lieve Heer heeft ook van de 10 geboden 2 voornaamste geboden genoemd. Bemin God boven alles. Bemin je naaste zoals jezelf. Beminnen liefde tot naaste, het is ook eigenlijk een daad van liefde. Wanneer wij beschermen, niet alleen jezelf, maar ook die anderen. Het is eigenlijk het is iets van God. Wij moeten eigenlijk ook aanvaarden zo. En dan, wij moeten openstaan om liefde te verspreiden door de vaccinatie, zeg maar. Om de medemensen te beschermen. Ik ben heel tevreden, want dat bij de mensen ook, de hele team niet verwacht dat ze eigenlijk zo'n grote massa zullen hebben. Maar het was wel redelijk goed afgelopen. Het weer was een beetje tegengewerkt. Zon, volle zon en dan weer regen. Maar overal als je kijkt, het was wel een succesvolle dag geweest. Ik ben ook volledig gevaccineerd in de maand juli al. En ik heb ook in mijn Facebookpagina van onze parochie ook bekend gemaakt. Hey, ik heb het gedaan, mijn plicht, wanneer ga jij doen? Dus het is eigenlijk een manier van stimulans tot die anderen. Dat de vader is ook gevaccineerd om te laten wijzen eigenlijk. Dat moet gedaan worden om de naast te beschermen. En ik kan wel zeggen voor onze gemeenschap, voor ons volk, ga alsjeblieft laten vaccineren.
Het is heel belangrijk, want wij moeten eigenlijk van 30%, wij moeten streven naar 70-80% om een beetje meer vrij te zijn aan de ene kant. En dan aan de andere kant, wij moeten ook een veiligheid tonen voor onze naasten. En dan zodoende kunnen wij concentreren voor het groeien van het land. Want wij zitten in de economische crisis, wij moeten eigenlijk beter onze medewerking geven om beter Suriname te bouwen. Dierbare zusters en broeders, ga alsjeblieft je laten vaccineren, want dat is heel belangrijk. En probeert u, als u gevaccineerd bent, trots op in de sociale media te plaatsen dat het een stimulans is voor de anderen. En alsjeblieft geen negatieve berichten sturen naar die anderen toe. Dat ze angstig worden en twijfelen om niet te laten vaccineren. Maar juist een positieve bericht. God heeft de talenten gegeven aan ons. Zodoende de wetenschappers iets goed van gemaakt. Laten wij proberen dat te gebruiken om ons, om onze naasten te beschermen. Ga alsjeblieft u laten vaccineren. En ik ben 9 jaar. Vandaag ga ik vertellen over COVID-19. COVID-19 is zo gevaarlijk dat ik alle dingen die ik vroeger heb gedaan niet meer doe. Zoals met je vriendjes spelen, wandelen en naar judo les gaan. COVID is zo gevaarlijk dat het mensen besmet raakt. Daarom hebben we een regel gemaakt, Mohana-regels. Mondkap ophouden, handen wassen en afstand houden. Jammer voor mij ben ik nog niet gevaccineerd, omdat de mensen geen vaccinatie voor kinderen als mijn leeftijd gemaakt hebben. Daarom is mijn familie wel gevaccineerd en hun moeten op mij letten en ik moet op hun letten. Daarom moeten wij en ons allemaal op aarde extra op de Mohana-regels letten. Afstand houden, mondkap houden en handen wassen. Ik roep iedereen op om te gaan vaccineren. Om niet jezelf alleen te beschermen, maar ook je familie. Goedie kaspoi! Dat was het dan voor vandaag in het COVID-19 journaal. Vergeet u zich niet te houden aan de Mohana-regels. Mondkap op, handen wassen en afstand houden. Tot de volgende keer.